beestje ga je de komende tijd nog veel tegenkomen in Schiedam. De padden trekken er weer op uit, maar dat gaat niet zonder gevaar. Om bij de sloot te komen om eitjes te leggen, moeten ze vaak gevaarlijk terrein betreden. Gelukkig komt er hulp uit onverwachte hoek. Ja, die onverwachte hulp komt van onder andere Rob van der Drift. Je bent enthousiast vrijwilliger die de padden over gaat zetten. Maar jullie hebben gewoon volgens mij een hele rustige periode tegemoet. Ja. Het gaat volgende week vriezen, sneeuwen. Die padden die kruipen volgens mij nog veel verder de modder in. Ja, dat klopt ook. Als het echt zomaar weer koud wordt, dan ligt de activiteit gewoon stil. Dan trekken ze gewoon weer terug in de grond in. Ja. Dus, ja. Even voor de kijkers thuis en ook voor mezelf. Wat is nou het verschil tussen een pad en tussen een kikker? Ja, dat is leuk. Nou, ik vond het wel een leuk bruggetje eigenlijk. Want we hadden het net over heksen, maar heksen en padden die worden dan wel eens geassocieerd met elkaar. Ja, dat is waar. En vandaar dat mensen ook wel bang zijn, denk ik, ook voor padden en kikkers en dat wat kruipt. Het verschil is eigenlijk best eenvoudig om te zien. Zeg maar, een pad heeft een wat fratachtige huid, een kikker wat gladder huid, een kikker springt meer en padden die kruipen meer. En als je zeg maar, padden of kikkers zeg maar, op de weg zou zien zitten, dan is het meestal een pad, want een kikker is sneller over. Ja. Ja. Maar die steken ook over dus? Nou ja, goed, padden die kunnen echt zeg maar, wel 1,5 kilometer van een sloot gaan zitten, zeg maar, in hun winterburcht noemen ze dat dan. Kikkers die zitten meer in de modder, dus die trekken eigenlijk minder. Ja. Waarom hebben we padden nodig eigenlijk voor? Ja, goed, ja, je zou het zeggen. Dat, padden die zijn gewoon onderdeel van de voedselkringloop. Je kan het tweeledig uitleggen. Ze eten insecten waar wij misschien last van zouden kunnen krijgen, slakken. Maar daarnaast is het ook een voedselbron zeg maar, voor egels en voor vossen en voor reigers en ooievaars en dat soort dieren. Ja. Ja, nu gaan jullie op een aantal plekken staan. Nu nog niet waarschijnlijk volgende week. Nee. Wanneer verwachten jullie dat jullie gaan staan op de plekken bij de wegen? Ja, nou, we staan niet echt. We lopen. Hè. We hebben dit jaar hebben we het ingedeeld in een aantal stukken. Harreweg Noord, Harreweg Zuid en fietspad achter de velden. Dat zal je iets zeggen, zeg maar. Ja, ik woon daar ongeveer. Je woont in de buurt daar. Ja, precies. Ja. Ja. Dus we lopen eigenlijk die stukken. En we gaan niet echt staan. En goed, alles wat we tegenkomen, dat zetten we over. Ja, en is dat 7 dagen in de week? In principe wel. Maar goed, we vragen mensen zeg maar, om te lopen, maar ook wanneer ze willen. En dan het liefst volgens een rooster, maar dat is niet per se nodig. Want wat is een goed moment op de dag om de padden over de weg te helpen? Ja, nou goed, eigenlijk zeg maar de avonduren zeg maar, tussen 7 en 10. En dat gaat natuurlijk de hele nacht door, maar tussen 7 en 10 dan heb je nog wel wat verkeer daar op de weg. En goed, het ene stuk zeg maar, was afgezet, Harreweg Noord noemen wij dat dan. Helaas is het weer open voor de padden, voor de mensen is het... Ja, voor de mensen is het een zegen. Ja, is het een zegen. Ja, stonden maar, op de daken te juichen van de week. Nee, ik snap het, ja. Maar je ziet daar toch zomaar op die weg daar toch wel aardig wat... Want hoe gaat dat in zijn werk? Jullie lopen rond en dan pakken jullie die padden op? Ja. Hoe gaat dat? Ja, dan pak je een pad op. En dan handen gewoon? Ja, nou, ik doe het met mijn handen in ieder geval, maar... sommigen doen handschoenen aan. En dan loop je van de weg, dan zeg je ze over en dan gooi je ze in de sloot? Nou, niet in de sloot gooien, want dan is de overgang, zeg maar, de temperatuur is te groot. Je zet ze rustig in de kant, ja. 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 En hoeveel padden zetten jullie dan per keer over? Ja, dat verschilt een beetje. Dat laat zich niet... ik krijg wel eens de vraag, wanneer gaan de padden nu lopen? Ja, dat is maar dat wat je tegenkomt. En als je doorloopt, dan kan er achter je zomaar een pad oversteken. Dus ja, dat ik zeg, alles wat we tegenkomen en we kunnen het overzetten, dat is meegenomen. Ja, want ik neem aan, dit doe je al een aantal jaren volgens mij. Hè? Ja, Heb je nou wel eens een heel bijzonder exemplaar overgezet? Ik heb wel eens een keer een kikker gezien die ik... Een kikker of een pad? Ja, dat was echt een kikker, die durfde ik niet op te pakken. Zo groot was die. Ja. Ja, dat is een brulkikker of zo. Nee, dat komt hier niet voor. Ah, oké, okay, ja, weet ik het. Nee, ja, dat ik kom, ook, ik kom, bij, ik, ik kom een... bij mijn wandelingen ook kreeften tegenwoordig tegen. Ja, dat klopt. Ja, dat zijn de exoten, maar ik heb nog geen brulkikkers hier in Schiedam-Noord gezien. Dus, ja. En hoeveel van die padden is dat dan per keer tussen 7 en 10 zetten jullie dan over? Dat kan ik niet zo zeggen, maar ik kan wel zeggen, ik ben in 2012 ben ik weer begonnen zeg maar, met... want ik heb in Schiedam-Noord gewoond en als kleine jongen ben ik
ben ik mee gaan lopen. De Harreweg toen nog. Hè, die werd toen nog afgesloten zeg maar, voor de paddentrek. Ja, ongelooflijk. Ja, dat zou je nu niet meer voor elkaar krijgen. Want die hekken die belanden in de sloten. En je krijgt ja, jullie erbij. Ja, nou, precies. Ja. Maar en toen ben ik weer teruggekomen in Schiedam-Noord. En toen zag ik weer die paddenlijkjes of die kikkerlijkjes op de, ja, op de Harreweg. Toen dacht ik van nou, ik moet daar wat mee. Ja. Dus toen want jullie helpen eigenlijk de natuur een handje. Hè? Dat ja, is wat veilig, je veilig wel. Ja. 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 Want in Nederland zijn er ongeveer 500.000 padden. Oh, nou, dat zou ik niet zo durven zeggen. Oh, nou, geen idee. Hey, en de padden, die uiteindelijk worden ze overgezet. Ja. Dan gaan ze naar het paringsgebied. Ja. Is er ook weer een moment dat je ze terug moet brengen? Nee, nou goed, dat, je zou zeggen dat ze gaan, maar dat is meer geleidelijker. Zeg maar, dus dat ze gaan wel terug, maar zeg maar, het moment dat ze uit hun winterslaap komen, zeg maar, dat is echt massaal. En dan is het gewoon, als het een bepaalde temperatuur is, dan komt het, ja, dan is het alle padden verzamelen, ja, en dan gaan ze massaal de weg over. Ja. En dan houden jullie ook automobilisten tegen voor joh. Wat is jullie appel aan die automobilisten? Ja, rij er niet overheen, maar... Nou ja, je ziet wel, zeg maar, als we daar met... Ja, je ziet nog wel eens maar wat scooters of fietsers zonder licht, die stoppen ineens. Die, als wij met een zaklantaarn, dan denken ze dat de controle komt natuurlijk. Maar ik denk wel zeg maar, dat wij er wel voor zorgen zeg maar, dat het verkeer wat rustiger rijdt. En je krijgt natuurlijk zeg maar, leuke opmerkingen, je krijgt ook wat minder leuke opmerkingen. Maar goed, dat hoort erbij, denk ik. Ja. Jullie zijn van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging. Jullie kunnen ongetwijfeld toch nog wel mensen gebruiken. Of nou, jullie zijn vrijwilligers. Ik ga je. Ja. Ik bestempel je niet wat je niet bent. Dat, nou ja, goed. Mensen die zeggen: ik wil helpen om die padden straks, als het wat warmer wordt, overzet. Waar kunnen ze zich dan melden? Ja, nou, dat is bij de ja, dat is Natuurlijk Delfland, is dat. Dat is onderdeel van de KNNV. Ja, er is een contactpersoon daarvoor, Geert van Poelgeest. Ja goed, dan zouden ze even moeten opzoeken op de website. Ja. En wat voor karaktereigenschap moet je hebben om een goede overzetter te zijn? Jij moet niet bang voor padden zijn. Ja, wat voor karakter? Ja goed, je moet zin hebben in een lekkere avondwandeling. Ik denk dat... Want het is ook wel gezellig. Ja, het is ook niet zo dat je dat met z'n allen doet hoor. Want je kan ook in je eentje, liever niet, maar, want het is donker. Maar er zijn mensen die dat met z'n tweeën doen of met z'n drieën doen. Oké. Okay. Ja. Ik hoop dat als mensen dit gezien hebben en ze zeggen dat gaan we doen, dat ze jullie weten te vinden. Dank voor je gesprek en veel succes met de padden. Dat is goed.